Thank you. Thank you. Have a safe flight back. Thank you very much, man. And hope to see you soon. Very soon. Okay, bye-bye. Hey, dan wil ik het zeggen. Finito. Twee nummers van Paul Young. Maar volgende week zijn er weer. Dan Kenny Dulfer en Joe Cocker. Tot volgende week. Aanstaande zaterdag bij Veronica vanaf 3:30 een rechtstreeks verslag van de FA Cup Final. Het grootste voetbalevenement van Engeland met een voorbeschouwing en in de pauze het laatste sportnieuws in Veronica Sport. Jeroen van Inkel met de beste hits uit de Nederlandse top 40. In Family Ties wordt het huis van de buren overhoop gehaald. Het laatste auto- en motorsportnieuws in de Heilige Koe. En om 7:15 vakantiepraat. Zaterdag start de jeugdvakantiepraatcampagne 1990, die gericht is op jongeren uit de EG en Scandinavische landen. En met behulp van de vakantiepraatwaaier kunnen ze communiceren op dezelfde manier zoals ze dat in hun eigen taal doen. Vakantiepraat, aanstaande zaterdag bij Veronica. Get dizzy. Veronica is het station waar muziek in zit, op radio en televisie. Bel nu, dan krijg je het allerbeste en dikste programmablad voor 25 piek tot 1 januari 1991 in je bus. Veronica, het mooiste dat je kan overkomen. 020-808-808. Get dizzy. En ons volgende programma is Behind the Scenes of Tour of Duty. En de titel zegt het al, we nemen een kijkje achter de schermen tijdens de opname van de succesvolle serie Tour of Duty. Maar we nemen niet alleen een kijkje op de set. René Mio geeft ook een interview met de hoofdrolspelers, zoals Tony Becker en Raymond Franco. Waterloo, Iowa. Veronica is altijd onderweg naar jou. Met discjockeys, sport- en promotieteams en programma's. Want Veronica komt naar je toe. Onze discjockeys zijn vrijdag in Alverna in de feesttent. In Hoensbroek in de feesttent. En in Hezen ook in de feesttent. En zondag in Bookbrug in Zaltakens. En in Rode in Bar Dancing Looks. Radio kijken kun je aanstaande vrijdag vanuit Zalverploegen in Woezik. Dat is namelijk de locatie van de Countdown Café Tour 90 met op de bühne Lois Lane en de Gigantjes. Hou je van sport, dan hou je van Veronica. Ons voetbalteam speelt morgen om 7:30 tegen Winkelcentrum Plein 7 in Sportpark Zielhorst in Nieuw-Vennep. En zaterdag om 14:00 tegen RKVV Klein Arsenal 1 op hun gelijknamige sportpark in Helmond. Overal waar wat te beleven is, loop je de meisjes van het Veronica promotieteam tegen het onstuimige lijf. Morgen zijn ze in Almelo in het centrum en in Geleen ook in het centrum. Vrijdag in Hoge Zand in winkelcentrum Oost-Gorrecht en in Emmeloord in het centrum. Zaterdag in Arnhem op de grammofoonplatenbeurs in winkelcentrum Kronenburg. In Zutphen op de Oud-Hollandse Moederdagmarkt in de Laarstraat. In Schiedam op de braderie in het Julianapark en op de Gravin Aleida feesten. In Breda op de braderie en op de weekmarkt Haagdijk in het centrum. En in Nieuwedijk op de 16e Nieuwedijkse Jaarmarkt in het centrum. En zondag in Haaksbergen op de Meimarkt. In Veldhoven op de Zeelsmeert Jaarmarkt in Zeelst. En in Baarle-Nassau op de Euromarkt. Je ziet het, met de grootste van Nederland verveel jij je nooit. Veronica zoekt alleen naar jou. Get dizzy. Veronica is het station waar muziek in zit, op radio en televisie. Bel nu, dan krijg je het allerbeste en dikste programmablad voor 25 piek tot 1 januari 1991 in je bus. Veronica, het mooiste dat je kan overkomen. 020-808-808. Get dizzy. Vanavond bij Veronica, de griezelfilm The Fly. The Fly. Vanavond bij Veronica. Honderd jaar geleden bedreigde TBC ons leven. Nu niet meer. Dankzij onderzoek dat veel geld heeft gekost. 50 jaar geleden was kanker ongeneeslijk. Tegenwoordig geneest de helft. Dankzij onderzoek. Dat veel geld heeft gekost. Nu is AIDS de ziekte die de mensheid bedreigt. Hopelijk vinden we een vaccin. Door onderzoek. Dat veel geld kost. Daarom is geld voorlopig het enige medicijn tegen AIDS. AIDSfonds, Giro 8957. Bij
alle scholieren vanaf 16 jaar valt dit jaar de onderwijskaart weer in de bus. Deze onderwijskaart wordt je entreebewijs voor het volgend schooljaar. Vergeet het niet. Lever de kaart zo snel mogelijk in bij de administratie van je school. De onderwijskaart. Het enige entreebewijs voor het voortgezet onderwijs. Mijn ervaring in Europa, grenzeloze mogelijkheden. Europa 1992 is al begonnen. Straks zijn onze diploma's in Europa geldig. En ik zie een praktijk in Milaan wel zitten. Met nieuwe regels en nieuwe kansen. Haal de brochure. Koffie? Een vleugje mint, of een vleugje chocola, of een vleugje amandel. Dat zijn de drie nieuwste smaken van Douwe Egberts. Caffinesse van Douwe Egberts. Dat is nou echt iets om lekker lang mee na te tafelen. Je weet wat je doet. Maar toch. De Amersfoortse verzekeringen. Om net zoveel schoon te wassen, is er nu een nieuwe Omo. Geen fosfaten natuurlijk en nu ook geen sulfaten meer toegevoegd. Omo compact met een speciaal doseerschepje. Dus minder poeder en toch een door en door schone was. Of blijft het altijd zo? I close my eyes and count to 10. And when I Dusty Springfield, die unieke stem uit de jaren 60. Nu al haar grote hits op één compact disc. De Dusty Springfield Collection. Lieve Bonzo, moeten honden ook tanden poetsen? Dat is een goede vraag. Nee, dat hoeft niet. Maar ook tanden en kiezen van een hond moeten goed worden onderhouden. Daarom moeten ze goed knauwen. Deze brokken zijn daarvoor perfect. Bonzo krokante menubrokken. Dat hebben ze nodig. Knapperig, dus goed voor het gebit. En krokant, dat vinden ze lekker. Geef jij jouw vriend nou maar Bonzo krokante menubrokken, dan hou je hem op en top gezond. Bonzo, voor een heel leven lang. Na de gewone PC kwam Personal System 2. Het systeem dat door zijn unieke architectuur als geen ander klaar is voor de toekomst. Vandaar dat steeds meer bedrijven kiezen voor Personal System 2. Hoewel er natuurlijk altijd types zullen blijven die liever doorzoeken naar een andere oplossing. Wordt het een gewone PC of Personal System 2? Oké. Het is een beetje vreemd en je moet het wel durven drinken. Het is namelijk nogal ontzettend lekker. Rivella Light. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Bij Van Genten Loos begint de dag al 's nachts, als er nog geen files zijn. Want als je elke dag meer dan 70.000 zendingen in heel de Benelux hebt te bezorgen, moet je wel over een bijzonder efficiënt en flexibel vervoerssysteem beschikken. Van Genten Loos, we doen het graag en goed. Een oersterke motor en tegensnijdende messen. De Black & Decker heggenschaar brengt uw heg perfect in model. En door zijn uitgekiende vormgeving kunt u er snel, veilig en gemakkelijk mee werken. MUZIEK
Amaretto di Saronno, originale. Bah, weer van die vieze klonten. Stop. Nu is er Bison behangplaksel Formule 3. Hoe je het ook aanmaakt, Formule 3 kan absoluut niet klonten, is snel klaar en pH-neutraal. Dus geen vlekken op uw behang. Professioneel plakken, Formule 3 pakken. Pa 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 je pa 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 je pa 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 je pa pa. Page toiletpapier met luchtkussentjes, heel zacht. Het 8 uur journaal met Joop van Zijl. Goedenavond, het nieuws van woensdag 9 mei. Sovjet-militairen willen op sterkte blijven. Aids-geval door verwisseling van spuiten. De generaal in de rol van professor. Frans Hals weer uitgebreid aanwezig in Haarlem. De vergaande hervormingen binnen het Rode Leger, die president Gorbatsjov gisteren aankondigde, zijn slecht gevallen bij de militaire top. Die vindt dat het Sovjetleger op sterkte moet blijven, want er is nog militaire dreiging in het Westen. Die waarschuwing kwam vandaag met name van de hoogste Sovjet-militair, minister Jazov van Defensie. Jazov sprak vandaag tijdens een militaire parade in Moskou ter herdenking van de 45e verjaardag van de Russische overwinning op Hitler-Duitsland. Letterlijk, zei Jazov, de militaire dreiging in de wereld blijft. Daarom moet de Sovjet-Unie alert blijven en de defensie op een voldoende niveau handhaven. Het Sovjetleger is ongerust omdat de NAVO ook in de toekomst kernwapens wil houden. Juist vandaag zijn de ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten in Calgary in Canada bijeen om daarover te praten. Secretaris-generaal Werner herhaalde dat complete afschaffing van alle kerntaken niet aan de orde is. One thing should not happen, a complete denuclearization of Europe. I think all our member countries agree that we should maintain a minimum of such weapons in order to prevent wars. Geen incidenten daar op het Rode Plein in Moskou. En daar waren de organisatoren maar wat blij mee, met de fluitconcerten van 1 mei nog in het achterhoofd. Na de 1 mei festiviteiten van vorige week ontkwam ook de traditionele overwinningsparade niet aan een aantal veranderingen. Wat vooral opviel was dat er vandaag veel minder publiek op de been was dan in voorgaande jaren. Ook was de parade korter. Het duurde slechts een half uur. Maar als altijd was de militaire praaltocht over het Rode Plein strak en tot in de puntjes georganiseerd. Oud wapentuig uit de Tweede Wereldoorlog rolde broederlijk naast de nieuwste Sovjet T-80 tanks langs het Leninmausoleum. Stralend middelpunt van de festiviteiten was de vorige week tot maarschalk gepromoveerde minister van Defensie, Dmitri Jazov. Hij nam de eigenlijke parade af na een eerste begroeting door de militaire commandant van Moskou. Aan zijn zijde stond Mikhail Gorbatsjov, die als president de feitelijke opperbevelhebber van het Sovjetleger is. Jazovs toespraak vanaf de tribune op het Leninmausoleum was een direct antwoord op de reden die president Gorbatsjov eerder hield tegenover een aantal oorlogsveteranen. Daarin uitte de Sovjetleider ongekend felle kritiek op het leger. Volgens hem zijn de politieke autoriteiten lang niet tevreden over het leger. De perestroika dwingt ons het leger met andere ogen te bekijken, zo zei hij. Al maanden is er sprake van spanningen tussen de politieke leiding van de Sovjet-Unie die het leger wil inkrimpen om geld te besparen en de militairen die daar niets van willen weten. Vooral onder de hoogste officieren is het besef nog niet goed doorgedrongen dat de Sovjet-economie de absurd hoge defensiekosten van de afgelopen jaren niet meer kan opbrengen. Door in het Hol van de Leeuw een vergadering van oorlogsveteranen te verklaren dat hij niet tevreden is over het leger, heeft Gorbatsjov nadrukkelijk zijn autoriteit laten gelden. In Litouwen, dat ruim 8 weken geleden de onafhankelijkheid uitriep en waar de plaatselijke regering de militairen had verzocht geen parade te houden, kwam het ondanks waarschuwingen tot enkele incidenten. Toeschouwers van de parade riepen in Vilnius slogans tegen de marcherende soldaten. De Litouwse bevolking beschouwt het Sovjetleger als een bezettingsmacht.
Er zijn er die het maar matig vinden wat Gorbachev allemaal doet en er verder het zwijgen toe doen. En er zijn er die eindelijk in vrijheid en zelfs in het buitenland hun mond kunnen opendoen over wat er op het ogenblik allemaal gebeurt in hun land. Op het Sacharov-congres in Amsterdam waren vandaag veel kopstukken uit de dissidentenbeweging. Op dit congres wordt voornamelijk gesproken over de politieke en economische situatie in de Oostbloklanden. De bijeenkomst werd geopend door de ex-minister van Financiën, Rüding. Hij sprak over de Bank van Oost-Europa. Een van de belangrijkste gasten is Yuri Afanasyev. Hij is lid van het Volkscongres in de Sovjet-Unie. 2 weken geleden stapte hij uit de communistische partij. De perestroika van Gorbachev gaat hem niet snel genoeg. Maar hij is het wel eens met Gorbachev wat het leger betreft. Наш военно-промышленный комплекс невероятно раздут, и он сделал нашу экономику рахитичной Советского Союза. И для того, чтобы мы нормально стали жить, конечно, нужна конверсия очень мощная. Is het leger op zich een bedreiging voor Gorbachev? Если дело дойдет до какого-то вот ну, такого переворота, то армия будет расколота на две части. А что такое две части противоборствующих в советской армии, которая перенасыщена ядерным оружием и всем, чем хочешь? Это самоубийство, я думаю. Rüding was zelf geheel tegen zijn zin ook nieuws vandaag. Zijn baan bij de Bank voor Oost-Europa lijkt verkeken. Maar mevrouw, ik heb net tegen de anderen gezegd dat ik als vast beleid heb al maanden lang dat ik geen commentaar heb in de kwestie. Dat ik verwijs naar de Nederlandse regering en daarover melden. Door een fout van een arts is in het AMC in Amsterdam in 1989 een patiënt besmet met het AIDS-virus. Dat heeft de inspectie voor de volksgezondheid in Noord-Holland bevestigd. In het najaar van 1989 werd de fout begaan in het AMC in Amsterdam. Van 2 patiënten, van wie er 1 met AIDS was besmet, werd bloed afgenomen en met radioactieve stof bewerkt op de afdeling nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis. Een dag later werden de patiënten vlak na elkaar er weer mee ingespoten ten behoeve van het onderzoek. Toen zijn door de behandelend arts, een arts in opleiding, de 2 buisjes met bewerkt bloed verwisseld. Hij had niet op de etiketten gekeken. De niet met AIDS besmette patiënt die aan een darmaandoening leed, werd geïnjecteerd met het met AIDS besmette bloed, waardoor de patiënt de ziekte ook kreeg. Een dergelijke zaak is volgens de inspectie niet eerder voorgekomen in Nederland. Nee, voor zover wij als inspectie weten niet. Ik heb bij de andere inspecteurs gevraagd en geen van ons allen heeft een melding gekregen in die zin. Heeft de inspectie maatregelen genomen in het ziekenhuis AMC in Amsterdam? Jazeker, we zijn meteen gaan kijken en daarna hebben we adviezen gegeven hoe het beter kan. Wat voor adviezen? Zwart op wit vastleggen hoe je de handelingen moeten verricht worden. Die worden nagevolgd? Dat mag ik hopen, ja. En dat denk ik ook wel, want dat is natuurlijk een erge calamiteit. Nou, is het bloed verwisseld door een arts in opleiding. Heeft u de betrokkenen voor het medisch tuchtcollege gedaagd? Nee, dat hebben we niet gedaan. Waarom niet? Omdat als je iets voor het medisch tuchtcollege brengt, dan wil je over het algemeen dat het een algemeen belang dient. En in dit geval is dat zo'n open deur dat je het bloed van patiënt A niet bij B mag inspuiten. Elke arts weet dat gewoon, wordt geacht dat te weten. De betrokken arts werkt inmiddels niet meer bij het AMC. Gaat het wel goed met Nederlandse bedrijven ten opzichte van die in het buitenland? Het VNO, zeg maar de werkgevers, zijn wat ongerust over de concurrentiepositie van onze ondernemingen. De sterk gestegen loonkosten en de harde gulden zouden daar de oorzaken van zijn. Van praten over korter werken wil het VNO absoluut niets weten. Vooral door de sterke positie van de gulden kan het Nederlandse bedrijfsleven steeds moeilijker concurreren met het buitenland. Dat probleem bestaat in hoofdzaak ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan. Op een persconferentie zei VNO-voorzitter Van Leden dat niet alleen de waardedaling van de dollar en de yen de oorzaak is van de verslechterde concurrentiepositie. Ook de stijgende loonkosten moeten volgend jaar worden aangepakt. Bij de komende cao-onderhandelingen mogen die niet meer zo sterk stijgen als dit jaar. Anders zal de positie ten opzichte van het buitenland nog verder verslechteren. En van een 4-daagse werkweek, zoals FNV-bestuurder Draaien heeft voorgesteld, moet het VNO niets hebben. Ik vind die plannen onwaarachtig. De man die ze naar voren heeft gebracht, heeft onlangs gezegd, ja, arbeidsduurverkorting is misschien niet zo'n goed element of instrument voor werkgelegenheid, maar in ieder geval, de mensen die krijgen er wat vrije tijd mee. Nou, dat is duidelijke taal, dat begrijp ik. Maar dan moet men niet aankomen met een plan waarvan men nu zegt, daar zouden wij de werkloosheid mee kunnen oplossen. Het FNV denkt dat het VNO gewoon...